Ik heb net een filmpje in het Engels gemaakt van mijn update van mijn scooter. Dus hier eentje in het Nederlands. Sorry dat ik een beetje rare overkom tijdens praten omdat dat dus met me lastig valt. Dus um, ja, het moet in mijn, in mijn hoofd verwerkt worden. En wanneer ik denk, dan zie ik de plaatjes en video's als net alsof het geprojecteerd is. Dus ik moet bij nadenken van wat dit en dat dus. Dat is waarom ik een beetje anders ben. En ik heb al die informatie die vandaag op dat het dak eruit komt. Maar goed, de scooter. Um, ik heb er net een nieuwe accu in, want de accu die. ja, Eigenlijk gewoon overleden. Er zat nog een klein shockje in voor de verlichting en. Startte kon ik eigenlijk niet midden mee. Dus ik moest kickstarten, wat uiteraard ook niet gezellig is. Of goed is voor de. hele de kickstarter zelf. Hij doet ongeveer 1 op 46. Um, je merkt het verschil heel duidelijk. Wat ook voor verdere afstelling bepalend was. Je merkt heel duidelijk dat wanneer droog weer is, dan. Accelereert hij geweldig? Ik zou van de 6,5 gram die ik aan rollen erin heb. Ja, aan rollen. Iedere rol werd, weegt dan dat gewicht. Maar ik zou er 6,3 in doen. Waardoor ik denk dat hij dan zijn beste plek heeft voor toeren. Waar hij dan ook zijn kracht krijgt. Maar ik zou ook weer dit gewicht kunnen laten als ik, bij wijze van spreken, zeg: ik doe een iets grotere sproei erin. Vermoed, maatje 82. En ik haal dat propje uit de luchtfilter, maar 1 op 46. En met droog weer, zulke geweldige acceleratie. Ik merk wel dat wanneer je dus rekent, vochtig weer, regen. Dat hij dan gewoon zoveel minder lucht krijgt. Waardoor hij eigenlijk zegt van nou. Dan is het net alsof je weer 7 gram rollen hebt. En ik ben dus van de Dr. Polly. Dus we gaan naar gewoon rollen. Omdat de rollen dus zeg maar los in de vario bewegen. Dus kan hij toeren maken wanneer hij ja, moet schakelen. Schakelen gaat niet geweldig. Om het zo te zeggen. Wanneer het dus vochtig weer is. en wanneer het dus droog weer is wel. Want ja, dan heeft hij gewoon de kracht. En hij is dus zeg maar zo gevoelig in of met de weersomslag. Als ik merk uh, uh, over twee uur of over één uur. komt het regen. en de lucht is nu nog droog. maar je hebt het in de gaten. Gaat hij als een beest er vandoor, wanneer dan de regen er is. En ja, door de regen is het dus gewoon minder lucht. Ja, er is wel lucht, maar die wordt de plaats waarin wordt genomen door vocht. Dan merk je gewoon dat hij gewoon zoveel ja, slechter doet. Maar nog steeds heel goed. Uh, ja, maar accelereren merk je dat wegtrekken van het stilstand niet zo, dan doet hij het gewoon geweldig. Maar wanneer je spreekt over een bocht uitkomen of een brug op of zo, dan merk je gewoon van nou, hij mist gewoon eigenlijk die kracht. Je merkt het ook met Koude Motor dat, omdat ik hem dus op wat hogere toeren heb afgesteld, ik vermoed rond 8000 waar die eigenlijk ook voor zijn boekje hoort te zijn. Uh, wanneer hij nog niet helemaal warm is, dan ja, hij moet dus warm worden. Dus dan heeft hij nog niet meteen zijn topsnelheid, dan heeft hij nog niet meteen zijn vermogen. Dus dan trekt hij wel lekker weg, omdat hij in de lage toeren goed is afgesteld met de luchtschroef. Maar de hogere toeren, dan merk je dan wel dat hij zegt van, ik ben nog niet helemaal wakker. Ja, 1 op 46... De topsnelheid is goed. Natuurlijk, jullie willen altijd meer, maar is dat wijs? Uh, acceleratie. Ja, zoals ik zeg, afhankelijk van het weer is dat goed. Hij moet even wakker worden, maar goed. En ik heb dus die. Uh, ik ben ik de naam even kwijt: decompressie Iridium-bougie. Um, nou, de luchtfilterhuizing heb ik dus aangepast. Dat is het volgens mij. Die hele combinatie zorgt gewoon dat hij top doet. Uh, nieuwe accu er dus in. Die heb ik gisteren erin laten zetten. Ik heb de uh, afspraak bij de dealer gemaakt voor de dingen die ik dus niet kan. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, nieuwe achterband moeten romp, omdat uh, ja de oude die is in het midden. Bijna vlak. Ik vroeg ook voor de achterrem, hij zegt van nee, want schijnbaar, ik heb maar zo'n klein stukje, zeg maar een centimeter, ingedraaid. Dat ik dacht van, nou, dan is die volgens mij wel behoorlijk doorheen. Hij zegt nee, gerust zo'n stuk, dat, oh, dat is ongeveer 5 tot 10 centimeter. Ehm. Uh kan niet wel ingedraaid worden voordat de blok echt op is. Ik had zoiets van, zo, dat is een verschil. Hij zegt, ja, en je hoeft niet iets te vernieuwen als het gewoon nog niet nodig is. Dus ik had zoiets van, oké. Okay. Dus dat bespaart me dat dan. Uh, nou, nieuwe accu dus erin. Eindvertand, ja, er moeten gewoon een aantal dingen aan gebeuren. Ik weet niet eens wat alles. Uh, Voor remblokken, die heb ik wel pas geleden vernieuwd. Dus dat is niet nodig. Snaar lijkt me wel, want het is toch alweer rond uh, 5000 kilometer. Um... Ja, voor de rest sta ik ook voor dat afwachten van wat er daarna weer gebeurt. Want ja, met de nieuwe achterband uh, is er als het ware net een hogere versnelling. Een nieuwe snaar ook weer. Dus dan is het even kijken hoe reageert met dat dan. Ik vraag wel een grotere sproeier bij. Ik denk 82 en 84. Want wil ik dan toch 6,3 erin gezien, grotere band, of eigenlijk meer op bevangt, dus grotere band, grotere, bredere snaren door dat nieuw. Uh, dat maakt wel uit in de hele instelling. Uh, Lichtere rollers, hogere toeren, maar dan weer een grotere sproeier. En dan die plug eruit. Dat zegt dan ook weer meer kracht. Dus wil ik meer kracht door hogere toerinstelling of wil ik meer kracht doordat hij gewoon ja, het mengsel ervoor heeft. Met de tijd kan je dan weer zeggen van nou, ik doe weer een kleinere sproeier. Dan heb ik liever nog de sproeier die ik passen dan de rollen. Maar dat moet ik nog even bekijken. Voor de rest doet hij het gewoon heel erg goed. Ik bedoel, vergeleken bij de Kim die ik heb gehad. Ik zit even zo te kijken voor wat het best is. Want net hoe je de telefoon houdt met het licht, kan je mij wel of niet goed zien. En ik heb trouwens ook gemerkt dat het geluid wat minder is wanneer ik hem van me afhoud. Maar ja. Um, dit is trouwens een nieuwe telefoon. Niet super goede telefoon. Maar veel beter dan de, dan de oude iPhone die ik had. Maar goed, dat is dus waar ik moet naar kijken van hoe de scooter en alles het doet. Hij doet het dus hartstikke goed. 15.000 heb ik er ongeveer mee gereden. Dus 15.000 net als de andere viertakte. Met de twee takten die ik vroeger had ging een achterband 5.000 kilometer mee. Met een viertak merk ik dat het ongeveer achterband 15.000 is en voorband ongeveer 25.000. Normaal was het 7.500 voor de voorwiel met de, de twee takjes. Dus vier takt, ik merk echt, wauw, zu zuiniger. Ja, het is meer een koppelding, dus zuiniger, beter. Ik ben er veel meer tevreden over. En je kan wel zeggen, laat je hem dan niet keihard lopen, weet ik voor wat. Maar ik heb wel gemerkt, de harder dat hij loopt, uh, uh, de moeilijker dat het remmen is. Moet je dan een keer remmen, heb je gewoon een probleem. En zeker ook van de winter, de extra vermogen. Um, ik heb ook wel een winterband eronder gehad. En met de winterband merkte ik toen. Um, ik had gewoon geen grip in de sneeuw. Dus ja, dat heeft dus ook genoeg. Dus ik wil eigenlijk dan kijken voor een alle band. Maar ja, ik moet even kijken wat die heeft. Anders dan dat, goeie scooter. Ja, iridium, bougie, aanrader, decompressieslang, aanrader. Um, ja, het is natuurlijk niet de handigste om je luchtfilter aan te passen. Maar voor mij was het wel nodig. En die kleppen, die heb ik dus... Uh, nou, die slangetjes van de kleppen afgehaald. Nou, de carburateur heeft dus kleppen. Dat, dat wist de dealer zei maar ook niet. dat dat sensoren waren. Nee, het zijn kleppen. Er zitten ook luchtfiltertjes aan. Dus ja, hoeveel lucht laat u er extra bij? De ene die zorgt ervoor dat... Uh, Um, gasschuif die normaal het ballonnetje vult zich met lucht en dan tilt hij hem op, maar ja die klep die zorgt dus dat de lucht uh, in kan of doorheen kan, waardoor dus die ballonnetje niet goed volgepompt kan worden. Dus die dichtgedaan werd in één keer de gasschuif, want dat ballonnetje kan opgepompt worden, dus dan gaat die gasschuif omhoog. Dus daar in het slangetje een schroef en voor de luchtslang, uh, uh, voor de die onderste, want dat is dus voor de lage toegang, de luchtschroef, dus die dicht. Toen moest ik ook dus de luchtschroef meer uitdraaien. Dus uh, ja, eigenlijk is het een gewone carburateur geworden. Als de computer voor dat niet geprogrammeerd is, dan doen die kleppen ook niet en dan staan ze gewoon open. Wil ik die computer geprogrammeerd? Nee, want in principe voor de gasschuif, die klep wil ik gewoon dicht hebben, want die gasschuif gewoon zijn werking doet. En voor de lage toeren, dat zou wel handig kunnen zijn. Ja, ik weet niet, dat neem ik aan dat het niet los van elkaar gedaan kan worden. Dat zou dan wel handig zijn. Gezien wanneer het regent, dat hij zich dan aanpast van nee, ik heb meer lucht nodig, dat hij die meer lucht krijgt. Dat is een fijngevoelig iets, dus daarvoor zou het handig zijn. Voor de gastschuif, nee, want in principe, gewoon zegt hij van: ik open de gastschuif voor meer mengsel. Want ja, het gaat omhoog, dus hij laat lucht door en de naald gaat er automatisch, die hangt eraan, dus. Meer benzine, meer lucht. Die wil ik juist hebben. Maar voor de luchtschroef wil ik gewoon laten door. Want hij kan het eruit laten, maar hij kan het er ook in laten. Wat doet hij? Dus die dicht ook kan ik het zelf regelen. Ik weet dus niet eens zeker of dan de luchtschroef of die klep dan ook echt goed zou regelen. Want de doorstroom. Laat hij het juist wegvloeien of doet hij de lucht bij. Dat weet ik dus niet. Dat is het trouwens dat ik nu benadenk van. Hmm. Hij zou ook zomaar kunnen zeggen van dat hij, net zoals met die gasschuif... dat hij de lucht weg laat lopen, dat het ook met dat zo kan zijn. Dus um, Ik denk dat het zo wel best is: beide slangetjes geblokkeerd, zodat het dus eigenlijk gewoon een carburateur is. Een gewone carburateur. 1 op 46 met deze kracht met droog weer, hoe die dan wegtrekt. Prima. Dus het is, eff, uh, het is echt afwachten voor de onderhoudsbeurt. Komt er een nieuwe snaar onder? De originele snaar is breder dan de andere. Nieuwe band eronder. Nou, dat is dus meer diameter. Dus in beide gevallen is het nu afwachten van. Uh, moet dan de rollen toch wat lichter? Om weer te zorgen dat hij bij die toeren komt. Want dit is bij mij opgevallen. 7500 toeren. Dan heeft hij daar eigenlijk de vermogen die hij moet hebben. Als hij goed is afgesteld qua benzine lucht. Dan zit hij rond de 50 cc. Dus ongeveer 5 pk daar. Nou hij heeft dus niet de juiste sproeien zeg maar. Ik kan die... Als die plug uit de luchtfilter haalt, ja, krijgt hij meer lucht. Dus de afstelling is niet optimaal. Maar laat ik dus zeggen dat hij rond uh, 4,5 pk zal hebben. Zit je bij 6000, dan raak je meteen al een paar pk kwijt. Ga je hem hoger afstellen, rond. Maar die eigenlijk hoort te zijn, 8500 tot zeg maar 9000. Dan spreek je dus eigenlijk erover dat hij eigenlijk zou moeten hebben. Rond uh, 6,5 tot 7 pk. Dat vind ik wel zo leuk wat ik met die Yamaha R1 en Yamaha R6 zag: dat bij die hogere toeren gaat hij gewoon zijn vermogen vermenigvuldigen. En dat is dus eigenlijk waar ik op let: van, met deze scooter wil ik hem rond een, ja, kan ik hem hogere toeren afstellen zodat hij daar meer vermogen heeft. Dat zou ik wel ideaal vinden rond de 9000 toeren. En dan 6,5 7 pk. Maar dat is dus ook als die. Dan zou ik dus moeten zeggen, uh, uh, de rollengewicht afgesteld voor die toerental en dus de benzine. Dus de sproeier en de rollen. Maar ja, voor nu is het dus de rollen is. Niet optimaal. Die zou dus naar 6,3. En de sproeiers dus ook niet optimaal. Wil ik dat echt zo afgesteld hebben? Zoals ik al zei, nee. Want hij moet goed opgewarmd zijn. Dus halverwege de rit is hij bij wijze van spreken goed afgesteld. En dat vind ik eigenlijk te laat. Dus. Met die. Met een kwart van de rit, dan zou die opgewarmd moeten zijn. Dus eigenlijk is die nu wel ideaal dat die, als die redelijk goed is opgewarmd, kwart van de rit, dan heeft hij zijn vermogen, dan heeft hij zijn snelheid en alles. Dus. Nee, niet hogere toeren, niet hoger dit. Dus even afkijken naar uh, ja. die onderhoudsbeurt en dan verder zien. Tot, tot dat. Wat een top scooter. Als ik de Vario zie van Kimco en van Sim, dan zeg ik, joh, de Sim die heeft gewoon een veel grotere Vario. Dus de aanleiding van de kracht en het snelheid die die levert, gezien die Vario. Wat een sterke scooter, wat een geweldige scooter. 1 op 46, zo en dat en dat, bla bla bla. Wat een top scooter. Dus echt een aanrader. En ik ben er gewoon hartstikke blij mee. En ik hoop dat het voor jullie duidelijk is, gezien hoeveel ik zeg, wat ik allemaal zeg, hoe ik praat, gezien het autisme die me lastigvalt, hoe ik overkom. Ik hoop dat, uh, dat jullie er wat aan hebben. Een succes. Fijne dag. Doei doei.